Een hele goede morgen zonder zorgen. We hebben de laatste dagen een beetje doorgewerkt, dus daarom heb ik ook veel minder gefilmd. Het was super stoffer. Mijn camera zit al onder het stof en voor de meeste b-rolls heb ik hem er niet eens kunnen bijnemen. Check dit. De container is helemaal gevuld. Deze staat hier sinds een paar dagen en op nog geen 2 dagen tijd hebben we die helemaal gevuld. We hebben 2 muren ingegooid en dat hebben we allemaal gedaan op 1 dag. Dus de dag daarna was ik echt wel super brak. Ik heb de hele dag met die drillboor in mijn handen gestaan. Mijn broer is ook komen helpen en mijn vader was er ook bij. Dus we hebben hier een hele dag van 's morgens tot 's avonds lopen kloppen met de kruiwagen heen, met de kruiwagen terug. Echt wel 100 kruiwagens of zo, ik weet het niet precies. Maar het waren er alleszins superveel. En kijk eens aan hoe dat dit er nu uitziet. Ik ga even mijn scherm schoonpoetsen. Hoppakee. Yes, ik denk dat mijn lens nu terug proper is. Hoppakee. Voor de mensen die mijn vlog nog niet zo heel lang kijken, of misschien toevallig deze zomer 1 vlogje hebben gemist, ik ga jullie nog eventjes alles uitleggen vanaf het begin. Hoppakee. Vroeger was dit hier een kamer. Deze kant was een kamer. Dat kan je ook zien hier aan het licht. Dus dat was gewoon hier is een kamer met een muur hier. Hier was er nog een muur. Deze muur hebben we deze zomer ingesloopt. Deze muur hier hebben we eergisteren ingesloopt. En hier was er gewoon een deur. Hoppakee. Dit was het prachtige uitzicht. Maar vroeger was dit dus een kamer. En hier liep er een gang van de kleine naar de grote living. Hoppakee. Dit was dan dus de ruimte van de kleine living. En hier hadden we een muur. Hier was er terug een deur. En dit was de keuken. Maar wij hebben alle muren ingehooid. Zodat we ook al die verliespunten kunnen dichtmaken. Zoals jullie hier kunnen zien, er staat hier heel veel vocht. Deze muur was rechtstreeks verbonden met de grond en als we dit niet opkuisten, dan groeien er binnenkort paddenstoelen hier in ons huis. Dus dat willen we sowieso 100% voorkomen. We gaan dit nog dieper graven, 30 centimeter diep en daarna beton, zodat deze ruimte eigenlijk gewoon 1 grote betonplaza is. Daarna gaan we dat nog isoleren, komt er nog vloerverwarming op, beton, tegels, alles erop. En eraan, dus het wordt hier sowieso super vet. Deze kant wordt ondersteund, hoppa. En aan de andere kant ook. Er komt hier een opening in de keuken. Ik denk iets van een 2,50 meter of zo. Zoiets. Ik denk 2,5 meter. Ik ben het niet helemaal zeker. Ik ga jullie ook nog tonen wat we boven allemaal hebben geflikt. Dus hier hebben we al die muren ingegooid, die steunpilaren gezet. En natuurlijk ook al die bakstenen moeten opkuisen, want dat was nog het meeste werk. Check dit. Hier hebben we alles verbonden. Dus die balken zijn met elkaar verbonden. Jullie zien het hier. Zitten er bouten in. Hier is die gewoon verbonden met een balk. Hoppa. En aan de andere kant hebben we dat langs onder gedaan. Dus hier is het ook terug redelijk safe. Ik ga niet springen, je weet maar nooit. Maar het ziet er sterk uit. Ik denk, moesten we geen steunpilaren gezet hebben, was het alsnog niet ingezakt. Maar je weet maar nooit. De steunmuren hebben altijd een functie. Dus die eer moet je wel behouden als je je leven nog niet bij bent. Ik ben alleszins super stoked op het resultaat. Dit wordt dus de living. Hoppa. Een redelijk nice leefruimte. Ik denk dat het hier wel heel gezellig geworden. Die ruimte gaan we sowieso het meeste in chillen. Hier zetten we ook een chille zetel. Hier zetten we tv'tje. Gewoon hetgeen dat iedereen in zijn living wil, denk ik. En hier hebben we een grotere living. Hier kunnen we echt heel vette shit mee doen. Misschien een slaapzaal voor het kamp. Waarschijnlijk wel. De open haard is ook gewoon legendarisch. Hier kunnen we een lekker vuurtje knallen. Noem maar op. We moeten het nog allemaal bekijken in de toekomst. Wat dat er hier gaat komen. Een biljarttafel wil ik hier sowieso. Gewoon een soort van speelzaal. Hier maken we er
een soort van speelzaal van. Dan hebben we nog een balkon. Kunnen we ook nog zien wat daar we mee doen, maar dat is allemaal voor de toekomst. De slaapkamer sowieso helemaal van boven. We hebben ook de optie dat we boven achteraf alles nog in meerdere kamers kunnen opdelen. Dus dit hebben we allemaal vrijgelaten. Hoppakee. Oeh, die rommel staat er nog altijd, mensen. En ik dacht, ik ga dit de volgende keer opkuisen, maar dat is allemaal nog niet gebeurd. Ik ga nu ontbijten en straks komen ze al. En we gaan terug beginnen met werken. Let's go. Terugfixen uit de container. Had ik dat op voorhand geweten, was het natuurlijk veel handiger geweest. Maar uiteindelijk, die container ligt vol brokstukken. En ik moest 60 stenen in een sava goede staat er terug uit halen. Want de metser is deze middag langs geweest en die vertelde mij, dat ga ik binnenkort nodig hebben. Want ze gaan zoiets dat zichtbaar is, terug opvullen. En met de originele steen is dat natuurlijk altijd het mooiste. En achteraf kan je daar gewoon over schilderen en dan zie je geen verschil. Als je nieuwe stenen plaatst, dan zie je zo het nieuwe gedeelte. En dat willen we niet. We willen die boerderij-vibe toch nog een beetje behouden. Ik moest gisteren zo 30 centimeter diep kloppen. En mijn rug heeft me in de steek gelaten. Ik vergeet soms dat ik nog altijd een hernia heb. Dat ik echt wel last kan krijgen als ik gewoon zwaar begin te werken. Dat is insane. Ik mag zo zwaar werken of dat ik wel. Dat gaat altijd wel meevallen. Maar vanaf dat ik naar beneden moet, met iets zwaars, echt. Zelf al is het niet zwaar. Na een minuut of zo, ik kan niet meer. Ik kan gewoon niet meer. En ik wil natuurlijk een mooi huis, maar mijn rug is nu al kapot. En laten we die niet nog meer kapot maken. Sowieso werken is niet ideaal, dat moet sowieso gebeuren. En de gedeeltes waar dat mijn rug me echt in de steek laat, en dan spreek ik gewoon over bijna niet meer kunnen wandelen achteraf. Gewoon zo helemaal verstijfd en dan gewoon zo, oh my god, op die moment, ik voel me zo kreupelig op die moment. Dat is insane. En soms sta ik op, ben ik super lenig en maakt me allemaal geen bal uit. En na zo'n werken, dat is hem niet. Dat is hem niet. Yes, we gaan tellen hoeveel stenen we hebben. En die 60 moeten we vandaag nog te pakken krijgen. Maar dat komt helemaal goed. Ik ben zo blij dat dit kutwerk achter de rug is. Als het goed is, is mijn broer daar aan het wegrijden. Papa, jullie kunnen de lichten hier nog zien van de kamionet van zijn werk. Holy shit. Zo blij dat dit gedaan is. Ik voelde me net gelijk een soldaat in de oorlog dat loopgraven aan het graven is. Dat is ook zo op je handen en knie. En check dit. Er zit hier echt wel veel vocht in. Hoppa. Check dit. Jullie kunnen het zien. Er zit echt veel vocht in. En hier is het ook allemaal minimum 30 centimeter diep. Mijn vader had gezegd, doe maar 30 centimeter diep. Er is hier één stuk dat bijna 40 centimeter is. Maar het staat inderdaad vol met water. En alles is gekapt tot op het beton. Hier ook. Hier konden we niet meer veel verder. Dat was direct beton. Dus ja, we zullen zien. Ik heb die kant er ook afgegooid. En het was heel belangrijk dat dit niet beschadigd werd. Dus ik heb mijn werk goed gedaan. Helemaal top. Dat is het voor vandaag. Ik hoop dat jullie stoked zijn met de verbouwing.
Het is heel veel werk. Ik ga niet alles kunnen filmen, zoals ik al zei. Maar ik probeer jullie toch zo vaak mogelijk mee te nemen. En besef dit. Dat is misschien wel grappig om te zien. Dit is gewoon de schakelaar van dit licht. En dit was normaal in een muur. En nu hangt dat hier gewoon zo te zweven. Ziet er wel nog cool uit. Yes! Ik ga lekker slaan vannacht. En misschien ga ik nog... ik ga nog iets opwarmen. Ik heb nog van die Bami dat ik gewoon kan opwarmen. Dus we gaan lekker lui doen vandaag. En gewoon lekker eten opwarmen. Let's go! Een hele goede morgen, zondagmorgen. Ik heb gisteren hier nog eventjes hard zitten doorwerken met mijn broer. Alles moet nog opgekuist worden, maar dat gaan we waarschijnlijk vanavond doen. Ik zie deze bike staan. Ik zie dat het ook een heerlijk zonnetje is. Ik had hem eigenlijk eergisteren al moeten poetsen, maar ik ga hem straks lekker poetsen. En we gaan misschien wel een paar wieltjes gaan trekken. Ik zou zo naar buiten kunnen gaan met die bike, maar ik vind het iets te sketchy. We gaan ook naar de winkel achter WD-40. Zo kunnen we mijn ketting smeren, want dit ziet er niet goed uit. We moeten hem gewoon een keer smeren, dan is het allemaal wel terug oké. En eerst een keer afspuiten met de slang. Eindelijk zijn al die kutwerkjes achter de rug. We hebben zo goed als alles gesloopt. Binnenkort komt de metser hier alle details fixen. Daar ook. Alles gaat daar gewoon helemaal toegemetst worden. En dit ook. Dit ook. En dit gaan we natuurlijk zelf doen. Gewoon beton erin. Super easy. We hebben trouwens de betonmol. Ik ga jullie die eventjes tonen. Die staat hier in het kotje. Hoppa. De betonmolen. Oh. Hoppakee. Dus die staat hier al te wachten om binnenkort te gebruiken. Hoppa. Verder heb ik denk ik niet veel te zeggen. Ik heb lekker geslapen. Ik heb een yoghurtje gegeten met havermout, blauwe bessen en banaan. Ook nog een beetje pindakaas erbij. Dus ik sta redelijk scherp voor de dag. En het is nog een keer nice weer. Ik was wakker geworden. Het was echt al kut weer. Ik had zoiets van shit. We hebben zo hard gewerkt de laatste dagen. Waarom is het kut weer? En opeens zag ik zo de zon door mijn raam schijnen. Ik checkte naar buiten. Yes. Het is een heerlijk weertje. We zijn trouwens ondertussen ook al middag. Maar die zon is echt nice. Het is ook totaal niet koud. Ik las het weerbericht. En het is meer dan 10 graden voor deze periode van het jaar. Dat is echt wel warm. Kijk eens aan. Wat een heerlijk uitzicht. Het verschil is zo groot als het een beetje goed weer is. Als het hier een beetje goed weer is, is het zo genieten. En als het slecht weer is, dan... ik weet niet, dan is dat zo grijzig, zo vlaam, zo... ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar sommige regendagen met die kale bomen in de winter kunnen er zo triestig uitzien. Het is ook wel mooi, de winter. Maar het mooiste aan de winter vind ik meestal dat het sneeuwt. Hè. En dat is een beetje jammer dat we hier die echte, echte winterdagen niet hebben. Als je vroeg wakker wordt en je ziet zo overal wit, dat vind ik ook heel mooi. Sowieso. Ik zit ook al te denken, wat gaan we doen in de toekomst met de bomen en zo. Check dit. Dat zijn van die, ja, van die dingen die hier staan. Ik weet niet als die veel nut hebben. Aan de andere kant staan er allemaal van die dorens. We gaan hier sowieso ook een nieuwe draad fixen met de tijd. Die palen die zijn zo rot. Ik kan het niet geloven. Alhoewel, dat valt nog mee. Maar dat moet allemaal een keer vernieuwd worden. Sowieso. Op zich, die palen vallen mee. Ik dacht dat die helemaal uit elkaar gingen vallen. Maar dat valt wel mee. Maar zoals jullie zien, ze zijn heel oud. Ik vind die soort draad wel heel mooi. Omdat dat zo echt authentiek is. Maar dat moeten we allemaal een keer bekijken. Want we willen sowieso veel nuttige bomen. Gelijk deze boom. Dit is een perenboom. Die is heel nuttig. Die ernaast is ook een perenboom. Vroeger hadden we hier een appelboom. Die is ondertussen weg. En ik wil sowieso terug een appelboom. Kersen zou ik ook graag wel. Druiven. Je kunt zoveel lekker eten in je tuin zetten. En in de supermarkt zijn besjes of druiven echt al duur. En dat is niet eens goede kwaliteit. Dus ja, als je dat in je eigen tuin hebt, dan groei je gewoon vanzelf af en toe een beetje aan werken. Dat is echt wel een must als je zo een grote tuin hebt.
Dus ja, dat moeten we allemaal een keer bekijken. Ook waar dat de goede schaduw zit, waar dat de slechte schaduw zit. Ook niet te dicht bij dit veld, want ze sproeien daarop. Dat moeten we allemaal een keer bekijken. Dus ja, dat is voor de toekomst. Maar ik zit er wel al aan te denken. Deze pomp ook een nieuw kleurtje geven. Hoppakee. Op termijn gaan we sowieso het huis ook een keer terug herschilderen. Dat dat hier allemaal terug wit is. Er is zoveel te doen. Jullie kunnen het niet geloven. Dit huisje ook helemaal opknappen. Holy shit. Ik denk dat ik hier de komende jaren nog mee bezig ben. En op zich dat is wel iets goed. Want zo maken we de boerderij elke dag een beetje mooier. En een beetje mooier. Check al die rommel die hier momenteel ligt. Waar zijn we beland, mensen? Waar zijn we beland? Oké, ik ga eerst mijn fiets afspuiten. Want ik kan er niet meer naar kijken. Let's go. Is ondertussen gepoetst. Het ziet er niet overal even netjes uit. Check dit. Maar we moeten er een keer met een vod en ontvetten overgaan. Dat gaat alles veel makkelijker maken. Het is momenteel keihard aan het waaien. Ik denk zelf dat het terug gaat beginnen regenen. Check dat kutweer dat op komst is hier. Holy shit, het ziet er echt wel donker uit. Dus ik ga die bike nog eventjes in de wind laten staan. Daarna ga ik hem binnenbrengen. Ik heb gekeken op het weerbericht en morgen is het super goed weer, een lekker zonnetje en waarschijnlijk ga ik dan gewoon op het gemakje een wheelie doen richting Gent. Dus ja, morgen gewoon lekker veel wheelies knallen en hopen dat ik hier die wasmachine aan de praat krijg. Want check dit, oh dit kot is rommelig. Iedere keer dat ik het zie, denk ik van holy shit Benoit, wanneer ga je dit opruimen? En ik denk dat vandaag de dag is, ik heb het helemaal gehad. Ik heb totaal nog geen tijd gehad met al die werken om dat hier op te ruimen. Maar vandaag heb ik wel tijd, dus vandaag ga ik het gewoon doen. Geen uitstelgedrag. Eerst opruimen en daarna gaan we fietsen. Deze wasmachine had ik graag aan de praat gekregen, want mijn kleren zijn op. En ik kan nog altijd niet weg. De wijkagent die moet nog altijd komen om mijn domicilie hier te zetten. Dat blijft maar duren, dus laten we hopen dat die hier snel is. En dan kan ik de nummerplaten voor de Bilingo aanvragen. En kunnen we eindelijk met de auto rijden. Ik kijk er zo naar uit. Holy shit. Ik probeer er zo weinig mogelijk naar te kijken. Want elke keer dat ik die auto zie, dan denk ik van shit. Ik heb dit ding gekocht. Hij staat hier nu. En ik kan er niks mee doen. Dus ja, dat is altijd wel balen. De matrassen zitten hier ook in. Die moeten richting Knokke. Dus dat is waarschijnlijk een van de eerste dingen dat gaat gebeuren. Maar yes, ik ben alleszins stoked om er binnenkort mee te gaan cruisen. En check hoe vuil dat hier wordt. Check dit. Holy moly. Van niks te doen. Van hier gewoon te staan wordt het super vuil. Dus dit is ook iets waar we rekening mee gaan moeten houden in de toekomst. Dat we ergens, oh shit. Dat we ergens een plekje fixen waar dat we niet te vuil worden. Dat moet echt deftig gefixt worden. Want in de winter is dit echt een probleem hier. Dat je gewoon van je auto richting je huis stapt en dat het één dikke modderpoel is. Dus ja, dat moeten we ook gelijk de buren doen. Zo zand hier overal strooien, dat het allemaal een beetje mooi is. Deze parking helemaal mooi spuiten. Hoppakee, misschien hier een beetje aanleggen. Die poort sowieso weg en een andere grotere poort. Ja, ja, dat gaat allemaal voor de toekomst zijn. Oeh, en dit pad moet gewoon proper doen. Dat moet echt een nice pad zijn. Dat gaan we binnenkort ook afspuiten. Die tegels gaan we eens dat de betonmolen in gang is ook terug herleggen en vastcementeren. Zoals ik zei, er is oneindig veel werk. Maar dit wordt echt wel the place to be. Dit wordt echt ziek. Ziek, ziek, ziek. De plan dat ik heb met dit, de boven en hier, die zijn al insane, weet je wel. Hier zou je al eigenlijk een dikke woning hebben. En dan komt er nog
van alles bij. Dus ja, het wordt super gek. Ik ga alles ook zodanig maken dat we hier een super vet kamp kunnen houden. Dat we een slaapzaal hebben. Alles erop en eraan. Een van mijn grootste dromen gaat sowieso hier gebeuren. Wat dat er hiermee gaat gebeuren, dat weet nog niemand. Maar al die rommel moet echt wel weg. Ik zit hier ook met twee piano's. Als er iemand een piano moet hebben voor 50 euro of zo, laat het weten. Volgens mijn vader was dat super veel geld waard, omdat het antiek is. Ik check een keer op tweedehands en er staan piano's voor 50, 60, 70, 100, 200 euro en die zijn allemaal afgestemd. Dus ja, die zijn niet afgestemd en ik denk dat het allemaal niet meer zoveel waard is. Dus het zijn wel mooie antieke piano's, dus als er iemand iets van antiek weet, laat het weten in de comments. Deze kasten, ik vind het maar niks. Maar het is antiek, dus we kunnen het ook niet zomaar in brand steken. Bijvoorbeeld deze kast, zeg dit. Als je dat een beetje oppoetst, zou dat nog iets mooi kunnen zijn. Maar ik vind die donkere kleur maar niks. Ik zou hem sowieso herschilderen. Die kast dat daar ook staat, ik vind het allemaal maar niks als het zo een donkere kleur is. Ik ben meer voor de frisse kleuren. Die balken hier in huis ook, die zijn heel donker. Ik weet niet of jullie daar eigenlijk al vaak op gelet hebben, maar hoppa, check deze balken, hoppa, en hier het balkon, dit is allemaal heel donker en vroeg of laat wil ik dat sowieso een ander kleurtje geven. Ik vind het super vet, die old school vibe, dat sowieso, maar die balken vind ik echt wel te donker. Dat is natuurlijk niet iets dat direct gaat gebeuren, maar dat staat wel in mijn agenda om ooit te doen en natuurlijk die verlichting. Dit kan beter. Die luster is zo oldschool. Misschien blijft die, ik weet het niet. Ik vind het wel iets hebben. Ik zou het ook raar vinden. Moest ik hier een soort van moderne lamp of zo hebben? Dat kan gewoon ook niet. Dus we moeten checken voor een alternatief. Maar om eerlijk te zijn vind ik dit wel heel lelijk. Dus ja. We zien het wel. Een schommel gaan we hier waarschijnlijk ook aan hangen. Hoppa, een biljarttafeltje. Oh, ik zie dat er hier iemand is. Dat gaat mijn vader zijn. Die komt hier onverwachts toe. Boy, yo, ik was echt verschoten. Ik was echt verschoten. Toen dan mijn vader gisteren is langs geweest, hebben we nog van alles gedaan. En kijk eens aan. Deze kraan hadden we getest, want hier moet normaal de wasmachine komen. Dat is de perfecte spot. Hier is de aflaat. En hier hebben we water. Maar check dit, laat dat er eventjes onderhoudt. Het drupt er een klein beetje uit. Check dit, het drupt er gewoon een klein beetje uit. Meer is het niet. Oh, wat een zielig straaltje. Dus ja, die kraan zit helemaal vast van de kalk. Ik ga die een keer moeten loskoppelen. Vooraf natuurlijk ook het water uitschakelen. En een keer in een badje steken met ontkalker of zo. Ik heb hier alles een beetje ruimer gemaakt. Hoppakee, jullie zien het bovenop. Hoppa. Alles staat hier nu gestockeerd in dozen. Dus ja, dat is al veel cleaner. En uiteindelijk is het hier echt wel een hele grote ruimte. Dus waarschijnlijk gaan we hier in de toekomst mijn studio zetten. Dan is het ook helemaal afgezonderd van mijn normaal leven. Want dat echt wel super chill is. Soms ben ik bezig met de edit. Moet ik een pamper verversen. En al die dingen vind ik sowieso niet erg om te doen. Maar ik voel me dan veel minder productief. Ik ben veel productiever als ik gewoon eventjes kan gaan editen. En dan dat kan afsluiten. En naar een totaal andere ruimte kan gaan. Dat gaat zoveel beter zijn. Hoppakee. Hier hebben we ook nu momenteel eventjes de wasmachine gezet. Waarschijnlijk in de toekomst gaan we de wasmachine niet in de garage zetten. Ik ga misschien een soort van shop maken van de garage. Maar de wasmachine komt sowieso hier te staan. Hier komt er een hoekkeuken. Hoppa. En de wasmachine waarschijnlijk in dit hoekje. Want hier komt er nog een wand. Dus de kans is groot dat de wasmachine hier ergens gaat staan. Oftewel gewoon daar. Wasmachine en droogkast ernaast. Of op elkaar. Maar waarschijnlijk gaat deze tableau ook weg. Die gaat sowieso weg, maar ik weet niet wat dat in de plaats komt. Dus ja, dat moeten we nog allemaal zien. Het is eigenlijk wel spannend, want ik weet wel dat het hier één grote leefruimte wordt. Maar ik weet nog totaal niet hoe dat bijvoorbeeld de keuken er gaat uitzien. Ik zou sowieso wel een soort van landelijke keuken willen.
een beetje boerderijachtig, maar ook niet te ouderwets. Dus ja, dat moeten we allemaal nog een keer goed bekijken. En het moet natuurlijk ook betaalbaar zijn. In ieder geval, ik ga hier de video afsluiten. Vandaag is het een mooie dag en ik begin direct weer met vloggen. Hoppakee, check wat voor een mooie dag. Misschien gaan we wel een fietstochtje maken. Ik heb er zin in. Let's go. Peace out, tot de volgende. Like de video, gun die like. Ciao.